Nederlandse clubs hebben tot vandaag middernacht om nog spelers over te nemen van andere clubs. Ajax hoopt nog op de komst van een vervanger van Anthony en een keeper. Waar PSV mogelijk op de laatste dag nog afscheid moet nemen van Cody Gakpo. Chef voetbal, Valentijn Driessen. Valentijn, het zijn natuurlijk spannende 24 uur. Het volgt elkaar heel snel op, de ontwikkelingen. We nemen dit op om 12 uur in de middag. Dan weet iedereen dat. Het grote nieuws is dat de RVC van Ajax moeilijk doet over die transfer van Ocampos. Maar daar heb jij nieuws over. Nou, inderdaad, ze doen het heel moeilijk. Hè. In feite was er een deal met Sevilla voor 20 miljoen. En met die jongen was Ajax er in hoofdlijnen mee uit. Nou, dat zal dan een salaris zijn rond de 5, 6 miljoen euro per jaar. Nou, als je dat gaat optellen bij een 4-jarig contract, dan kom je op een investering van 40 tot 45 miljoen euro. Nou, dat was voor de RVC van Ajax te gortig. Wel heel vreemd hoe dat is gegaan, hè, want directeur Edwin van der Sar had aanvankelijk groen licht gegeven voor de transfer, maar de raad van commissarissen dus niet. Dus die bepalen uiteindelijk of een transfer doorgaat. Maar nu het laatste nieuws uit Spanje is dat Sevilla met de prijs gaat zakken. Omdat Sevilla vanwege de financial fair play in Spanje geld moet ophalen en dus bereid is om waarschijnlijk een bedrag ook van 15 miljoen te accepteren. En wellicht dat Ajax daarmee wel akkoord gaat. Dus dat zal in de loop van de dag moeten blijken. Want Ajax zal deze deal vandaag moeten doen, omdat vandaag is de deadline. Die Spanjaarden kunnen de deal eventueel nog een dag later doen, maar dat is voor Ajax onmogelijk. Ja, snap jij de RVC, hè? Ook met in het licht dat je 100 miljoen voor Anthony krijgt? Of is calvinistisch ondernemerschap gewoon handig in de voetbalwereld? Nou, calvinistisch ondernemerschap is handig tot op zekere hoogte, maar je moet wel zorgen dat je selectie op peil blijft. Maar ja, ik denk ook dat Ajax op dit moment genoeg alternatieven voor handen heeft om de rechtsbuitenplaatsen in te vullen. Hè. Je hebt Berghuis, je hebt Constanzao, die hebben ze daarvoor gehaald. Kudus kon nog aan die kant spelen, Tadic. Dus ja, om zo'n bedrag voor een 28-jarige speler uit te geven, een totaalbedrag van 40, 45 miljoen euro, ja, is rijkelijk veel. Zeker omdat de restwaarde van die jongen is natuurlijk na 3 of 4 jaar is niet heel. Dus ik begrijp dat de directie, of tenminste dat de raad van commissarissen bij Ajax af en toe flink op de rem trappen, want er is ook al voor bijna 100 miljoen euro uitgegeven deze zomer. Ja, en Schreuder is nog steeds niet helemaal blij, hè, dat Ajax Anthony heeft laten gaan. Dat heeft hij ook gezegd in het programma Rondo van Ziggo. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Hè. Dat is ook het spel wat een trainer speelt. Daar kan je later altijd op terugvallen van Anthony in de laatste dag kwijtgeraakt. Kijk, hij heeft nu al 2 wedstrijden gespeeld zonder Anthony. Die werden ook gewoon allebei eigenlijk met 2 vingers in de neus gewonnen, hè, bij Utrecht en bij Sparta. Dus voor de Nederlandse competitie maakt het echt niet zoveel uit. Europees gezien begrijp ik dat je zo'n sterk mogelijke selectie wil. Maar als er voor een speler 95 tot 100 miljoen wordt geboden, dan moet je als Ajax zijnde vanuit bedrijfseconomisch standpunt of oogpunt moet je gewoon de deal sluiten. Ook naar die jongen toe, maar dat staat dan op het tweede plan, vind ik. Je moet eerst kijken, wat is het belang van Ajax? En voor dat geld kan je ook leuke dingen doen. En voor dat geld kan je misschien ook een jongere, talentvolle rechtsbuiten binnenhalen. Hey, is er ook nog nieuws over de keeper? Nou, de Vlache Dimos, hè, dat is de keeper van Benfica. Die heeft oren naar een transfer naar Ajax. Ik begrijp dat Ajax een keeper, dat hebben we al eerder ook betoogd, die kunnen gewoon niet een heel seizoen ingaan met een jongen van begin 20 en 2 dikke dertigers van 8-39, pas weer in Stekelenburg. Dus daar zal ook een volwassen keeper bij moeten komen. En Vlache Dimos, de keeper van Benfica, die heeft oren naar Ajax. Alleen dan moet Benfica eerst zorgen voor een opvolging. En die zijn bezig in Bosnië om een keeper daar weg te halen. Het probleem alleen is, Portugal is een dag langer open. Dus Benfica die kan een dag langer doen om die Bosniër op te halen. Ja, en dan is het voor Ajax een dag te laat om Vlache Dimos naar Amsterdam te halen. Dus ja, dat is wel een dilemma natuurlijk waarin Ajax nu zit. Ja. Even over PSV dan, Cody Gakpo. Nou ja, Manchester United wordt genoemd, Southampton wordt ook genoemd. Wat weet je over die situatie? Nou, inmiddels is Everton is ook in de markt. Alleen die willen eerst de speler verkopen. Staat een jonge speler van Everton staat in de belangstelling van Chelsea. Die moet 100 miljoen kosten, die jongen.
Ja, gaat Chelsea die ophalen, dan heeft Everton zoveel geld dat zij waarschijnlijk Cody Gakpo voor minder dan de helft daarvan, van de 100 miljoen, kunnen ophalen bij PSV. En Gakpo heeft oren naar een vertrek naar de Premier League. Dat heeft die PSV ook laten weten. Dus het probleem voor PSV is eigenlijk het probleem wat ik net schetste met die Griekse doelman van Ajax. Ja, als Cody Gakpo vandaag niet gehaald wordt, kan die morgen nog gehaald worden. En PSV is niet in de gelegenheid of niet in de positie om te zeggen van morgen verkopen we hem niet voor een bedrag van 50 miljoen euro. Want PSV heeft de Champions League gemist. Mist dus hele grote inkomsten. Ja, en om de boel draaiende te houden. Want voor de rest heeft PSV ook nauwelijks nog geld verdiend op de transfermarkt. Is het gewoon zaak dat PSV een grote transfer maakt. En dat moet Gakpo dan zijn. Maar ook PSV wil graag een vervanger voor het einde van de transferdeadline binnen hebben. Mocht Gakpo morgen vertrekken. Maar ja, die opvolger moet vandaag dan wel binnengehaald worden. En dat is nu een moeilijke situatie. Want op dit moment is het geld er natuurlijk niet. Nee, tot slot Jurgen Strand-Larsen van FC Groningen. Ja, lange tijd leek het er niet van te komen. Nu toch wel. Ze zijn Nou, met gewicht. ja, is er een deal die dan uiteindelijk wel rond is gekomen. Hè? Ook die heeft heel lang in de pijpleiding gezeten. Groningen heeft het echt heel moeilijk gedaan. Heeft niet alle medewerking verleend. En ja, het brengt waarschijnlijk Groningen 1 of 2 miljoen extra in het laadje. Want bij 10 miljoen hebben ze gezegd van te weinig. En Celta de Vigo is daar nu dik overheen gegaan. En nu schijnt er een akkoord te zijn tussen de clubs. En de speler en de club hadden al een akkoord. Alleen Groningen laat nog niet weten voor hoeveel Strand-Larsen de deur uit gaat. Dus ja, dat zullen we uiteindelijk wel te weten komen. Dat zal 11, 12 miljoen euro waarschijnlijk zijn. En misschien met een doorverkoopbonus en wat andere bonussen. Misschien kon dat bedrag nog wel hoger uitvallen. Maar ja, voor de jongen is dit een schitterende uitdaging natuurlijk. Primera Division vanuit Groningen. En Groningen laat zien dat ze spelers, dat hebben ze met Suárez natuurlijk al ook laten zien, jong kunnen ophalen, beter kunnen maken en voor goed geld kunnen verkopen. Dus dat is een deal die wel rond is. Er is nog een andere deal rond, dus Amin Younes, de oud buitenspeler van Ajax. Een Duitser, die gaat naar SC Utrecht op huurbasis. Valentin Riese, als er meer nieuws is, dan spreken we jou ongetwijfeld weer. Bedankt tot zover.